Want dan zouden we hier wel eens geschiedenis kunnen krijgen. Want we hebben staan 16-1. We hebben 15-21 hebben we staan. En we hebben 17-42. De tussendoorkomst kan die tweede ronde kan zo goed gaan dat we hier dat gaan maken hoor. We gaan het kijken. Als we hier doorkrijgen, Jacqueline Bouda, Henny Dijkhuis, Betty de Roet en Jordi Kalter. Maar ik vind het ook wel mooi hier met Geertje Boelen. Heel goed Geertje hoor. Ja, jongen. We gaan kijken naar 523. Hier wordt dus zo Doreen Drent. Hier komt de man. Hij viel. Jongens, daar gaat de man uit Almelo. Maar hier gaat de winnaar komen. En die gaat hier naar een tijd van 15 minuten en 25 seconden. En dat is 4 seconden boven het parcoursrecord van deze Wouter Vroeger. Wat zat hij er dichtbij, die Erik Driessen? Wat heeft hij goed gelopen? En als we dan kijken naar die Driessen. We hebben al gezegd dat hij van die hele mooie. Hij liep 15-28. Liep hij, ja, met 3:33. Ja, daar is hij natuurlijk wel mooi binnengekomen hoor. In die 15:48. En dat is die Tom Hendriksen die hier lekker binnenkomt. En dat is goed gedaan, Tom hoor. Justin Hendriksen die ging net door de laatste ronde in. En Tom Hendriksen komt binnen. En als we dan kijken naar Erik Driessen. 15:25. Dat is 4 seconden. Maar hij is wel sneller dan 3 seconden dan in Bergentheim. Kortom, hij was winnaar in Blokzijl. Hij was winnaar in Zuidwolde. Hij was winnaar in Bijlen. Hij was winnaar in de Lutte. En hij wordt winnaar hier in de Wiek. En als je dat op je cv'tje hebt staan, ja, dan kun je overal terecht. Want we hebben hier met nummer 349 is de man uit Balkbrug. En dat is natuurlijk Cas IJsing naar 16:26. Erik Lindenhoff naar een tijd van 16 minuten en ik denk 30 seconden. En als we dan kijken naar die Lindenhoff, ja, dan zeg je chapeau, want die heeft het goed gedaan hoor. Hier vandaag lekker binnenkomen. Loopt altijd goede wedstrijden. En daar heb je de andere broer uit dat schitterende. We hebben Albert Kuilder is door. En Johannes Kuilder. Johannes mooi hè. 3:39. Ja, we gaan naar Jessica Hosselo. Arjan Driessen erbij. We gaan naar Jessica. Komt hij onder de 17 minuten? 16, ja. Nou, 17 minuten. Staat hier op de klokken. 17 minuten. Hij is daar binnengekomen. En dat had een mooie sessie kunnen worden. Maar we hebben ook Arjan Driessen binnen. Bij de veteranen eerste. 17:01, Henry Visser, vijfde bij de mannen, 17:06. Alwin Horen zit daarbij, in een mooie tijd van 17:08. En als we dan over Alwin Horen hebben, ja, dan zeg je natuurlijk dat hij in vorm is. Want hij liep hele mooie tijden. Hij was eerst in Emmen, hij was eerste in Hollandseveld en hij was tweede in Ruinen. En hij zit er hier lekker bij. Bernadette Snippen, de laatste ronde. Jasper Lubbers is binnengekomen in 17:33. En de man met nummer 304. Ja, hij ziet er fantastisch uit. En 384, is dat Anno Huizinga? Oh, Anno, 1746. Maar wat hebben we hier, een mooie tijd, 15:25. Dat is de tweede tijd, dat is de tweede tijd ooit gelopen hier in dat schitter. Ja, daar is hij wel binnen. En dat is Casper Wulff. Casper, je bent de tweede man bij de mannen 40. Dus we zien jou terug op het podium. En dat is wel goed, hè? En dat is de prijsuitreiking, zal plaatsvinden in de schitterende Michelin sterrentent hier zo. En waar de techniek is van Octopus, hè. En dat is wel mooi. Octopus, dan heb je je armen uitgestrooid. Jongens, geef hem eens een mooi applaus. Hij is geboren in 1929. Al ja, niet de man in het groen, maar bij nummer 374 is Samuel Hofman. En hij komt uit Rijn, hoor. En als hij zo 1833 en Bert Cassie is 1836. Succes, jongeman, hè. Dat is goud van oud. En dit zou de super prestige. Ja, is dat Egwin Gerrit Egwin Kuijers? Egwin Kuijers. 1843 was de wedstrijd van Gerrit Wouda. Gerrit Wouda. Hij gaat door in 1843. En Albert Musje. Albert, ja. Je bent derde geworden bij de mannen 40, hè? Albert Musje, hij is 40. Hij zit er lekker bij, hoor. Deze Musje. Hij was eerste in Nieuw-Leuzen. Hij was eerste in Zwolle. En hij was derde in Hollandse Veld in 1846. Dave Ilsebos is binnen.
Albert Musje is 8 seconden minder snel dan in Hollandse Veld afgelopen zaterdag. Dave Hulsebos 19 minuten. En Rigette Roos, laatste ronde. Ah, kom maar mooi binnen, jongens hoor. Pukkie de Gier. Pukje wordt tweede in een tijd van 19 minuten en 35 seconden. Puk de Gier. Altijd goed in vorm. Dat is mooi hoor, als ze hier zo binnenkomen. 357. Ja, ik had hem even gemist. Is dat Dick Janssens? Ah, Dickie Janssens. Jongens, is mooi hè. Als we 2016 de 20ste hebben, dan wordt hij 70, hè? Dan wordt hij 70. Ja, Antien van der Weg gaat finishen. En 503 is Antien van der Weg. Antien, jij gaat finishen. Tweede vrouw 35 in een tijd van 20 minuten en 8 seconden. En dan te bedenken dat zij in 2011 was de derde Antien van der Weg. Dus zij heeft hier al een mooie staat van dienst staan hoor. En die zien we terug op het podium bij de mannen en vrouwen, 306. Lekker binnenkomen is Freddy de Witte uit Staphorst. Freddy de Witte uit Staphorst. Goed, Fred. Als je hier zo binnenkomt in de tijd van 2033, zit je nog in de top 25. Geldt ook voor de man met nummer 392. Erwin Lier. Hij komt uit Staphorst. En de man met nummer 390. Ja, is dat Henk Oosterveen? Henk, je wordt derde bij de mannen 50, hè? En dat is een mooie prestatie. Want dat doet hij in 20 minuten en 58 seconden. En we hebben natuurlijk ook een klassement voor de mannen. Ik heb het opgeschreven. Mannen 60, hè? Mannen 60 hebben we al. Mannen 60. En wat doet de vrouw met 519? Is dat Ilona Stille? Ilona, jij was vierde bij de vrouwen senioren in 21-13. En weet je wat het mooie is? Er staat allemaal op dat schitterende scherm. Wat hier door Dumoulin wordt van Pitt. Heidi. Wat mooi is dat als hier. Peter, zondag in Emmeloord. Heidi gaat binnenkomen in 21-31. Peter Visser, mannen 50, vierde, 21-30. En Mark Oude Vulling binnen. Heidi wordt derde bij de vrouwen 35, 21-32. Noteren. Heel goed, meisje. Mark Oude Vulling is al binnen. En met 534 gaan we natuurlijk kijken als zij finishen. Dat is Ilona Schraan. Ilona, vijfde bij de vrouwen senioren, 21-50. En als we dan kijken met nummer 637, ja, dan zeg je chapeau, maar hij komt binnen. En is het Joost van der Weijden. Joost van der Weijden. Hij heeft een nummer op wat wij niet kennen. Althans niet, het zou wel een 10 kilometer lopen kunnen zijn. 376. Zit daar Rick Luttel bij, Arjan Bollewijn en Geert de Witte. Dat zijn mannen net even boven de 22 minuten. En dat zijn wel prestaties dat je zo in de top 30 loopt naar die 22-22. Publiek kan natuurlijk genieten hier van deze feestweek. En Goud van Oud. Ik hoop niet dat je selfies gaat maken. Dat is zo ouderwets. Is dat Chubby Lier? Ja, zou wel kunnen. Chubby, je wordt 33ste in 22-33. Ten mooie Marleen Luning binnen. Zit natuurlijk. Jannes Bouwmeester, jij wordt de snelste, één na snelste man op de 60 plus. Bouwmeestertje, je staat nog straks op het podium hoor. Willy de Zomer, Anne Smelt binnen. Annie Berends binnen. Annie Berends binnen in een tijd. Enige Nawijn, topatleet uit de stal van Aco van Elderen. Annie, jij wordt 12e bij de mannen 40 in 23-02. En dat is een mooie prestatie toch voor deze man, organisator van die hele schitterende Beverwijkloop. En dat is natuurlijk Jantje Lip. Jan Lip, wat is het mooi dat jij er weer bij bent. Hij was geblesseerd op zijn eigen wedstrijd. Maar hij liep de 5 kilometer in Roveen in 22-51. 23 minuten in Hogeveen en 23-22 in Hollandse Veld. En dan loopt hier ook een 23er. Hè? En zaterdag, en hij is licht geblesseerd geweest. Zou je niet zeggen, maar hij heeft zulke mooie soepele hamstrings in zijn billen zitten. En als we dan kijken naar 395, ja, dan zien we natuurlijk dat iemand minder binnenkomen. Dan is dat ook een Chubby Lier. Ja, Chubby 5 is dat volgens mij. Hij wordt 40ste bij de mannen. Ja, Chubby, Annemarie Bessels. Annemarie, jij wordt tweede bij de vrouwen 45. Ja, en dat is een mooi klassement in het kader van Goud van Oud hoor. Ja, hier mooi binnenkomen. En dat doet ze ook. Zit daar Alice Schut, Brenda Zoom. Brenda, je wordt derde bij de meisjes 45. Ja,
je mag je trouwboekje wel meenemen. Want ze zijn net van die jonge godinnen. Ze zijn zo binnengestapt en ze lopen naar een mooie tijd van ruim onder de 25 minuten. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wat zij kunnen, dat doe ik volgend jaar ook. We kunnen niet zonder supporters, maar er zijn ook supporters waar ik van denk, er kan een biertje minder, hè. Er kan een biertje minder in het weekend. Ja, fans van Hout, we gaan kijken naar de man. Ja, ja, met nummer 398. Hij is sterk in zijn Henkie Schraan. Goed gedaan, Henk, hoor. Henk Schraan, je was zevende bij de mannen, 50. En Helene Kuijers, achtste bij de vrouwen senioren. Tijden van 24 minuten. Jongens, wat lopen jullie mooi, Anne? 25 minuten. 5 minuten de kilometer. Erik Breide, Tony Besluis, Anne Bakkers, Jan Vogelzang en Joran Kroeze. Bedankt, Joran. Zij van de jonge mannen. Sun, Martijn Pekkel en Peter Nefken. Kijk, wat is dat mooi, meneer de Dumoulin. Want dan zijn die honderdste weg, hè. Van een stikje, van de cijfers. En je hebt er helemaal niks aan. Alleen opzetten waar je iets mee kunt doen. Maar je moet snel kijken, je moet snel praten met die snelle lopers. Weet. Wat doet Peter? Peter Nefkens, op wie sta jij te wachten? Op je verdient? Oh, je staat te fotograferen. Reina, wat ben jij toch een topper, hè? Als ze binnenkomt, daar komt Feyenoord binnen. Is ook mooi, hoor. Als ze hier... Reina liep 25.08 in Rauwveen en loopt weer een 25 minuten. En dat is goed. Wat doet het meisje met 504? 504 is het Thea Rinders. Ah, van Noord. Thea, je bent vijfde bij de meisjes, 45, hè? Nog nooit zo hoog geclasseerd. Hoe is de Feyenoordman? Wat voor nummer heeft de Feyenoordman? Wat heeft ze? Ah, dan moet ik even kijken, hoor. 403. Is hij binnengekomen, 403? Is een mooie sportman. Want dat is niemand minder dan Jeffrey. Hij heeft geen achternaam, dat is jammer. Maar dat zal wel een zwerfkind zijn. Met nummer 514. Want dat is Romy Bijlsma. Romy Bijlsma. Jij bent een van de snelste vrouwen uit Hogeveen, hoor. En dat is natuurlijk... dat is het podium. Dankjewel. Dit is het podium, al de 5 kilometer. Oh, meisje, wat goed is dat. Als hier Ella herbrengt. Maar het is een genoegen dat je binnenkomt. Ella, 26.45. Dan ben je achter geworden bij de vrouwen 45. En we hebben natuurlijk Alice Vos bij de vrouwen 3.83 binnen. Zit daar Janne Schip en Rick Malter, 26.59. Klaas Plas, Koop Steenbergen zijn van die atleten net boven de 27 minuten. En dan kom je voor Spaan. Jongens, wat is dat? Het scherm is goed te lezen. Als dat loopt als een tierenlier, dan heb je de man met nummer 387 en met 547. Arm Kloeze, 9e bij de mannen 50. Elien van Dijk, 7e bij de vrouwen 35. En met nummer 513. Ja, is natuurlijk wel een ster die vanavond straalt. Want dat is niemand minder dan Elien Benning. Bedankt, Elien. Dijkhuizen, zou dat kunnen? Elien Dijkhuizen? Tineke Bloemert, Lisanne Brakke en Stijntje Troost, Beertje de Weert. Dat was al een mooi duo, Renate. Dunning zit er nog bij. En we zien natuurlijk ook als Jeannette Bloemert binnenkomen. Maar wat denk je, maar een man met 380 is wel een fenomeen, hoor, die 380. Want dat is Koen Schulting. Koen, je bent vijfde geworden bij de mannen 60. En dat is helemaal mooi, hoor. Dan heb je een lichte blessure. Maar wat je niet opgeeft kun je niet. En je hebt goed geschoten. Het is Bertus Schut. Tiende bij de mannen 50. 28 minuten en 20 seconden. En dat doet hij goed, hoor. Hij heeft het geschut, heeft hij losgelaten. En als we dan kijken hier naar die man met nummer 404. Dan zeg je chapeau. Want dat is niemand minder dan Bert van Bremen. Bert van Bremen. Goed gedaan, Bert. 28-42, Nico van Voort, 28-48. En als we dan kijken naar 516, dan komt ze mooi binnen. Een mooie stijl. Het is niemand minder dan Angela Compagne. Komt Edwin Drog binnen in goed gezelschap van Janine Visser en van Maatje Moen. En als we met Moen zeggen, ja, dan hebben we sowieso natuurlijk een hele mooie naam.
Want Erik noemde net een maatje Moen, maar Erik Moen, die zal zo dadelijk denk ik vaststarten op de 10 kilometer. Dat is altijd nog de snelste atleet uit de week. En onder de 40 minuten, 39-10. Hij liep ook al een keer 39-32 en een keer 40-45 en 40-54. Ja, kortom, die Erik Moen is bij met stip de beste atleet op de 10 kilometer. Althans, dat was hij. En dan moeten we afwachten. Is dat Jacqueline Wouda die daar binnenkomt? Ah, goed gedaan, Jacqueline. Treintje Zwaar zat ervoor. Monique Wiegers is natuurlijk al lang aan de bar. Maar die is al een tijdje binnen, Monique. Ja, 29-43. En als we dan gaan kijken, de man met nummer 320. Hij heeft hier naartoe gelegd. Is dat Martin Schalen? Ah, Martin Schalen uit Rijn ook. Naar die hele mooie tijd van 30 minuten en 14 seconden. Mag hij natuurlijk niet missen, maar daar zit ze wel bij. Met 515 Brouwer Luttel de Wijk. Ah, Luttel hoort 30-24. Dat is een hele mooie prestatie. Bij de meisje van... Ik ben blij dat je weer terug bent. Hè. Ja. Dat is de man uit Almelo. Want dat is Albert Kuilen. Hij is 60 geworden bij de mannen 60. Vrijdag moest hij de strijd bijna staken. Maar hier, ah, mooi gevecht. Ja, zou dat Dorien Drent, Danielle Plaas, Lies van Zanten, Caroline Peker. Ik weet niet waar jullie voor klappen. Wat is Jordi Kalter, Geertje Boelen, Henny Dijkhuis. Maar ze zitten allemaal wel dicht bij elkaar hoor. En dan die tijd nog allemaal onder de 31 minuten. Dan heb je de mouwen opgestroopt. Je hebt het borst aan uit de shirt hangen. En dan komt de man met nummer 402. Dat kan niemand anders zijn dan Hans-Peter Sloos. Hans-Peter Sloos, hij komt uit de wiek. En hij laat de klokken stilstaan. 31-12. En daarmee is hij de 56e in zijn klasse. 56. In een deelnemerveld van 158 deelnemers. En dit allemaal in deze schitterende koopdunning. We hebben straks de 10 kilometer, 4 rondjes genieten. En dan gaan we kijken natuurlijk. De start, dat is dan John Stapel. Hij is voorzitter van de Oranje Vereniging. Hij is druk bezette man. En nou, hier komt broertje uit Almelo. En dat is Johannes Kuilen. Bedankt Johannes hoor. Zevende bij de mannen is 60. Hier altijd souplesse. Maar ik wil toch nog even een verzoekje doen aan atleten als het inschrijfformulier invult. Geef je leeftijdsklasse op. Hè. Heel duidelijk is dat, je weet het, als je niks invult, word je ingetipt bij de senioren. En dan krijg je altijd een gezeik achteraf. En dan bedoel ik, sorry voor het woord. Maar even wat akte de présence geven bij het invullen is niet zo ingewikkeld. Zeker niet als je veel wedstrijden loopt. Dan weet je dat het belangrijk is. Ja, wat leuk. 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 Ja, wat leu
70. Is niet wel Justin Hendrik? Bedankt Justin. Kasper. Dat is eerst. Ja, de mannen 40. Arjan Driessen, Arno Huizinga, Kasper Vullen. Geen ramp, want we genieten natuurlijk. Het is 9:50 op mijn klokje, die staat 2 uur voor. Dan moet het 9:50 zijn. Hè? Ik heb 9:50 hier de klokje, maar nou ook altijd rekening mee dat ik de 2 uur aftrek. Dus het is 9:50, dat is toch duidelijk of niet? Ja. Ja, de klokje staat 9:50, trekken we 2 uur af, 9:50. En dan komt het goed, want we gaan zo dadelijk starten met die schitterende 10 kilometer. En die 10 kilometer start om 8 uur. We hoeven niet meer onder de douche, Willem. Dat is sowieso genieten. En dat is mooi. We zullen nog atleten op het parcours hebben. En dan gaan we kijken naar die 10 kilometer. Het wereldrecord is 26:44. Nou, dat wordt vandaag hier niet gelopen. Maar waarom zeg ik dat 26:44? Om de man die dat wereldrecord in handen heeft, 26:44. Dat is niemand minder de man Leonard Colmon uit Afrika. En die loopt in oktober in Eindhoven de marathon. De wereldrecordhouder op de 10 en op de 15 kilometer loopt de marathon van Eindhoven in oktober. Dus als je wil kijken. Anne, even kijken hoor. Anne van Schuppen die hoort dat wel. Maar die zegt ik ga met Jan de Lange praten. Want dat is toch een scheidslaag ook. Maar dat is dat meisje. Dat is dat meisje wat in Atlanta heeft gelopen. Anne, dat wou ik alleen maar kwijt. Dat vind ik altijd leuk dat ik ben. En dat was in 1996. Zij is meervoudig Nederlands kampioen. Op de baan. Op de weg. Het is een fantastische atlete. Zij, goud van oud is het eigenlijk. Maar zij behoort tot de crème de la crème in Nederland. Wat jaren geleden. En altijd is ze er nog bij hoor. Deze schitterende vrouw Anne van Schuppen. En als je dan kijkt naar Anne van Schuppen, is wel mooi om te zeggen dat zij in 2003, en dat is 11 jaar geleden, toen won zij hier in 35 minuten, Anne van Schuppen. In 2003. En nou staat ze erbij. Maar die Jan de Lange waar ze dan mee stond te praten, dat was vroeger een kapitein bij de landmacht. En dat is wel leuk. De landmacht bestaat dit jaar natuurlijk 2.